Deuren worden geopend door ons over te geven aan dingen die op ons pad komen. Dit is een uitspraak van Mark Nepo, of Nepo, een Amerikaanse dichter-filosoof. Waarom lees ik die uitspraak? Omdat hij aanleunt aan hetgeen ik wil aantonen met deze video. Dat je door dingen die je ontdekt op het internet iets extra's aan je leven kan toevoegen. Ik heb ondervonden, als ik aanlog op Facebook, dat mijn Facebook-vrienden dingen publiceren die me aanspreken. Niet noodzakelijk dingen die ik reeds kende, maar dingen die nieuw zijn voor mij en die mij raken. Die iets extra's aan mijn leven toevoegen, die een verrijking worden. Daarom wil ik ook enkele dingen met jullie delen, enkele pareltjes die me zijn bijgebleven van de afgelopen 2 weken, de eerste 2 weken van 2020, en die ik met jullie wil delen. Ik heb deze video onderverdeeld in 3 delen. In de eerste plaats literatuur, tweede plaats film, derde plaats muziek. Op VRT-televisie loopt momenteel een programma dat Winteruur heet. Het is al enkele seizoenen aan de gang en het wordt telkens uitgezonden tijdens de winterperiode. Gepresenteerd door Wim Helsen, de bekende komiek. Wat doet Wim Helsen? Hij introduceert een gast uit Vlaanderen of Nederland die een tekst komt voorlezen. Nu, Winteruur steunt op een televisieprogramma uit de jaren 60-70, waarin Simon Carmichael, de bekende cursiefjeschrijver, zijn kronkels kwam voorlezen. En dit als afsluiter van een tv-avond. Nu, Wim Helsen leest zelf geen teksten voor, maar hij laat teksten voorlezen door zijn gasten. Dat kan een romanfragment zijn, dat kan een gedicht zijn, dat kan een dagboekfragment zijn, dat kan ook een eigen geschreven tekst zijn. Uiteraard heb je boeiende gasten, maar ook minder boeiende. Maar een heel boeiende gast deze week was Laila El-Dekmak. Ik ken deze dame niet, maar blijkbaar is het een bekende stem op VRT Radio. Laila El-Dekmak. Goedenavond. Welkom in Winteruur. Laila El-Dekmak, je bent radiopresentatrice en maakster, journaliste. Op de radio heb je Dubbelbloed, Radio 1, en Potgrond. Ja. Programma over podcasts. Maar is dat eigenlijk wekelijks, of hoe is dat? Dat is op feestdagen. Zij stelde een Engelstalige tekst van een Palestijnse vluchteling voor. En rond die tekst wordt er dan gepraat, wordt er overlegd, wordt er op een serieuze, maar ook op een luchtige manier gepraat. En ik kan me best voorstellen dat er veel vrouwen zijn die zich in een moeilijke situatie bevinden en die zich gesterkt zullen voelen door de woorden van Laila El-Dekmak. Stagen. Je hebt een tekst bij. Wil je die voorlezen? Graag. Don't wanna be your exotic. Women everywhere look just like me. Some taller, darker, nicer than... Van Suher Hamad? Suher Hamad. Suher Hamad is dit. Wie is Suher Hamad? Suher Hamad is een dichteres, schrijfster, vooral ook spoken word artieste. Eigenlijk brengt ze het gedicht ook. Ja. Ik heb het voor het eerst gezien. En zij is eigenlijk dochter van Palestijnse vluchtelingen. Dus ze zijn Palestina ontvlucht in Jordanië in een vluchtelingenkamp terechtgekomen. Zij is daar geboren. En toen ze 5 was, zijn ze verhuisd naar Amerika en daar is ze opgegroeid. Dit is een dwarsligger.
Het is een klein boekje. Ik heb het uitgemeten, 12 op 8 centimeter. Ik vind het een heel handig formaat, want je kan het overal meenemen. Je kan het in je broekzak steken, je kan het in je jaszak steken. Voor de dames kun je het in een handtas steken. En dan kan je het lezen waar je ook wil, als je eens 5 minuten tijd hebt. Dat kan zijn in de wachtkamer van de dokter, de tandarts, of in het ziekenhuis, in de metro, op de bus, op de trein, om het even, waar je 5 minuutjes de tijd hebt om wat te lezen. Ik heb het boekje van Jonathan Safranfour meegenomen. Het heet Extreem luid en ongelooflijk dichtbij. Het is de tweede roman van deze Joods-Amerikaanse schrijver. En laat ik hem misschien zelf aan het woord over zijn boek. The way it's most often described is it's the story of a young boy who lost his father on September 11th. And I think the emphasis is put on September 11th because it's a trauma in our very, very recent past. It's honestly not the way that I think of the book. I think of it as a story about loss and about family with September 11th in the backdrop. Ik heb heel hard genoten van het boek. Het is, zoals jullie gehoord hebben op de video, het is een serieus boek, maar anderzijds is het ook een heel komisch boek. Het is een mix van serieus en van hilariteit, want er komen werkelijk hilarische scènes in voor. Laat ik er een stukje uit voorlezen, dat is meer bepaald de eerste alinea van het boek. En zo zal je al een idee krijgen. Het gaat onder de titel Krijg nou wat. Wat dacht je van een waterketel? Bijvoorbeeld eentje met een tuit die open en dicht gaat, zodra het water begint te koken, als een soort mond, en die leuke wijsjes kan fluiten, of Shakespeare kan citeren, of waarmee ik de slappe lach kan krijgen. Ik zou ook een waterketel kunnen uitvinden die voorleest met papa's stem, zodat ik erbij in slaap kan vallen. Of een aantal ketels die het refrein van Yellow Submarine zingen, een nummer van de Beatles, die ik geweldig vind. Want insectenkunde is een van mijn raison d'être. Dat is een Franse uitdrukking die ik ken. Wat ook leuk zou zijn, is om mijn anus te leren woordjes te zeggen als ik winden laat. Als ik extreem grappig uit de hoek wil komen, zou ik hem moeten leren om elke keer dat ik een verschrikkelijk harde scheet laat, was ik niet, te zeggen. En als ik in de spiegelzaal, die zich in Versailles bevindt, en dat ligt weer buiten Parijs, en Parijs ligt weer in Frankrijk, een verschrikkelijk harde kreet zal laten, moet mijn anus natuurlijk zeggen, ce n'était pas moi. Tot zover de literatuur. Of toch ook weer niet. Want laat ik het even hebben over de naam van de roos, van de Italiaanse auteur Umberto Eco, intussen al enkele jaren overleden. Een wereldberoemde auteur met filosofische achtergronden. Ik ben het boek beginnen te lezen enkele jaren geleden en kwam op een bepaald moment tot de constatering dat er een heel aantal bladzijden verdwenen waren. Nu, ik kan niet meer verder lezen als het boek niet compleet is. Dat is complete onzin. Dus ik stuur het boek terug naar de slechte, krijg mijn geld terug. En om een of andere reden ontkript het verhaal mij helemaal en kom ik niet meer tot lezen toe. Tot ik afgelopen week ontdek dat de naam van de roos, een Italiaans-Duitse serie, op canvas loopt. Heel enthousiast ben ik beginnen te kijken en ik moet zeggen, het is een geweldig meeslepend verhaal, in een prachtig decor verfilmd, met prima acteurs, spannend, boeiend. Ik heb er echt van genoten. Maar ik ben nog maar half weg. Maar uiteraard, zoals ik in elkaar zit, ben ik eventjes gaan kijken naar de reviews, naar de recensies die her en der verschenen zijn, en kom ik tot de constatering dat niet iedereen er laaiend enthousiast over is.
ik blijf verder kijken, want het spreekt me wel aan, maar ik ben wel van plan om het boek opnieuw op te nemen. Voor geïnteresseerden, de serie kan bekeken worden op VRT Nu. En als je graag aan binge-watchen doet, zoals ik, dan kan je de hele reeks 8 afleveringen lang bekijken. But I already had a great desire to visit the library. I cannot allow you to enter. No one may, no one can. Even if you manage to enter, this library can protect itself. Muziek dan, mijn leven. Laat ik het even hebben over klassieke muziek. Voor diegenen die het interesseert, die zullen zeker de naam Anne-Sophie von Otter, een Zweedse mezzosopraan, kennen. Zij is vooral bekend van haar optredens in allerlei opera's en haar vertolkingen van de zogenaamde lieder. Het is ook een uitstekende actrice trouwens. En die combinatie van zangeres en actrice vind je bijvoorbeeld in het volgende fragment terug. Een Carmen-fragment van de opera van Bizet. Toen ik afgelopen week naar Spotify aan het luisteren was, werd mij plots een song in de oren geduwd, als ik het zo mag zeggen. Want Spotify heeft de gewoonte van, als je een bepaalde cd hebt beluisterd, dat ze enkele suggesties doen van muziek die in dezelfde trant ligt. Ik weet niet precies welke cd ik aan het luisteren was, maar plotseling hoorde ik een liedje, een song, en ik zeg, ah, wat is dat? Dat is mooi. Long awaited darkness falls, casting shadows on the walls. In the twilight hour I am alone, sitting near the fireplace, dying embers. Het bleek een song te zijn uit For the Stars met Anne-Sophie von Otter. Anne-Sophie von Otter die dus popsong zingt. Ik dacht, dit is fantastisch. En ik keek het even na en het bleek een song van Benny Andersson te zijn. Dus de voormalige pianist van ABBA. En ik dacht, misschien is er wel een live versie. Ja hoor, die is er. In this peaceful solitude, all the outside world subdued, everything comes back to me again. In the gloom. Bij nader toezien bleek het een cd te zijn die geproduced werd door Elvis Costello. Elvis Costello, Jesus, dat is toch een fantastische artiest. Bleek dat Elvis Costello ook duo's zingt met Anne-Sophie von Otter. Wat dacht je? Even opzoeken en ja... The days are just the time between
until the dusk when we can be together. If I learned to play the drums and I could play in time, if I had the power, I'd be wondering how I'm ever going to let this down. Deze ontdekking dateert van 2001. Dat is intussen bijna 19 jaar geleden. Ik dacht, op welke planeet zat ik toen? Mijn ontdekkingstocht in de eerste weken van 2020 is heel vruchtbaar gebleken. En ik dacht, laat ik dit maar eventjes delen met jullie. Misschien is er wel een song die jullie aanspreekt en die jullie willen beluisteren. Of een boek dat jullie willen lezen. Daarom zijn de links en de credits hieronder te vinden. Geniet ervan. Maar ik wil nog afsluiten met een laatste fragment. Ik krijg pianoles op de Academie van Grimbergen van de fantastische pianist Benjamin Jacobs. Maar zoals alle professionele muzikanten moet hij vaak optreden. En afgelopen week moest hij ergens te lande spelen. In allerijl werd een vervanger gezocht en die werd gevonden in zijn jongere collega David Tomare. Ik kende de mens niet, maar na zijn les gekregen te hebben, ging ik eens googlen en kwam ik terecht op zijn website. De eerste video die je er vindt, is een optreden van het David Tomare trio in de Rataplan in Parijs. En ik ben niet direct een jazzfreak, maar sommige nummers spreken me wel geweldig aan. Dit is er een van. Het heet The Lion's Mouth en het heeft me van de sokken geblazen. Daarmee wil ik deze video afsluiten.